25 jaar geleden werd het werk op de Enka-fabriek in Breda volledig stilgelegd. Het was de eerste grote bedrijfsbezetting in Nederland. Die actie was bepaald door werkgevers en werknemers die erop volgden. Zaterdag komt een aantal oud-Enka-werknemers samen voor een herdenking. Want het gevoel van toen is nog springlevend. Op 18 september 1972, 25 jaar geleden, werd de Enka-fabriek bezet. Omdat het bedrijf met grote verliezen kampte, wilde de raad van bestuur van moederbedrijf Akzo flink het mes zetten in het personeelsbestand in Nederland en Duitsland. Voor de fabriek in Breda zou de maatregel het einde betekenen. Alle 1700 werknemers zouden zonder pardon de laan uit worden gestuurd. Nee, überhaupt niet. Rinus van den Berg was als lid van de ondernemingsraad van Enka nauw betrokken bij de bezetting van de fabriek. Hij herinnert zich nog precies hoe het werk destijds werd stilgelegd. We hebben, zoals ze dat in het jargon dus van het bedrijf heette, uitgesponnen. Want je kon niet stoppen. De productie die er was, moest afgewerkt worden. Dat is ook gebeurd. Dat heeft uren geduurd. En daarna is het bedrijf dus plat gegaan. En zijn we dus alle tezamen van lieverlee zo naar de kantine gegaan. En hebben we daar verder met de vakbondbestuurders het plan de campagne verder doorgenomen. Op het terrein waar eens kunstvezelfabriek Enka stond, zijn nu andere bedrijven gevestigd. Maar de bezetting heeft een band gesmeed tussen de oud-werknemers. Hoe is het? En bij jou? Ja, goed hè. Goed zo. Bij jou, we leven nog hè. Zo is het. Zo. We hebben het overleefd. Ja, jij hebt mij bezet, ja. Dat is waar, dat is lachen. Ik moest toevallig een kwartiertje naar die telefooncentrale. Ja, om te vertellen aan Arne. En toen kwam jij binnen. Ja. En toen zei ik tegen jou, je lijkt wel een padvinder. Wat ben jij nou aan het doen? Ja. Want je had een band om, een gele band. Ja. En toen zei jij tegen mij, kijk maar wat er op die centrale staat. Daar stond een kaartje. Ja. En kijk maar, dat moet je dan maar vertellen als je dus mensen aan de telefoon krijgt. En dat dus de centrale gestoord was. En alleen dus voor ziekenhuis, dokter en dergelijke kon ik dus doorverbinden. Ja. Was dat schrikken toen? Want je bent bezet. Ja. Nou, ik ben bezet. Ja. Je weet helemaal niet wat dat inhoudt. En niet alleen de werknemers kunnen zich de bezetting nog levendig herinneren. Ook oud-bedrijfsdirecteur Henk de Boer weet nog hoe verbaasd hij was toen hij aan de poort kwam. Ik ging naar het bedrijfsmiddag en de poort was dicht. En er stond een, en dat was Van Hilst, dat was nog de bestuurder, de voorzitter van de NKV, die stond aan de poort. En die zei, meneer de Boer, we hebben het bedrijf bezet en ik zal u naar uw kamer brengen. En ik was stom verbaasd. Ik zeg Van Hilst, ik zeg, moet dat nou? Ik zeg, er is toch wel ander overleg mogelijk. Maar ik werd naar mijn kamer gebracht en daar zaten de heren vakbondslieden, die zaten naar mijn bureau. Begin jaren 70 was een bedrijfsbezetting een onbekend actiemiddel. De hele wereldpers stond dan ook voor de poort van Enka. Door de vele aandacht en commotie die er ontstond, ging de raad van bestuur uiteindelijk overstag. Er vielen geen ontslagen. Dat heeft er toch wel toe bijgedragen dat er meer een betere overlegsituatie is ontstaan. En dat men toch weer, en vooral werkgevers toch ook wel geleerd hebben, dat ze niet zomaar iets konden doen, maar dat er toch een goede overlegsituatie is ontstaan. Als je dan terugkijkt, dus nu 25 jaar terug, zijn er in Nederland toch nog wel heel wat bedrijven en instellingen die hebben moeten sluiten. Maar het is niet meegegaan zonder de medewerking, zonder dat de ondernemingsraden of werknemers daar hun zegje in hebben gedaan. Ja, 10 jaar na de bezetting moest Enka alsnog de poorten sluiten. Maar dat ging zonder gedwongen ontslagen.